We zijn in het Westland en dit is Michiel Zwaan, vierde generatie groentezaadveredelaar. Rond 1890 is mijn overgrootvader Rijk Zwaan in Enkhuizen zaadhandel gestart, samen met zijn broer. In 1924 is zijn zoon Rijk de zaadhandel begonnen, wat vandaag de dag Rijk Zwaan is. Hij begon in Rotterdam, waar ontwikkelend tuinbouwgebied was, in Kraling en Bergsenhoek. En realiseerde zich snel dat plantveredeling noodzakelijk was, selectie noodzakelijk was, om rassen te ontwikkelen om aan de wensen van zijn klanten te kunnen voldoen. We zijn hier op een van onze proeflocaties, waar we een paar honderd nieuwe kruisingen van potentiële tomatenrassen beoordelen. Deze rassen worden gedurende het hele teeltseizoen gevolgd. Er wordt gekeken naar de smaak, de houdbaarheid, de opbrengst. En uiteindelijk zullen er maar enkele kruisingen overblijven die mogelijk in de toekomst een ras gaan vormen die we gaan verkopen. Als groentezadenbedrijf ontwikkelen we nieuwe rassen die verbeterd zijn in opbrengst, in resistentie, aangepast naar veranderende klimaatsomstandigheden. Maar bovenal willen we variatie en smaak aanbieden. Een goed voorbeeld van de waarde van zaad is tomatenzaad. Zo betaalt de Nederlandse tuinder ongeveer 50.000 euro voor 1 kilo zaad. Dat is meer dan de prijs voor een kilo goud. Maar het levert de tuinder 4,8 miljoen kilo tomaten op, met een waarde van zo'n 3,5 miljoen euro. In de winkel leveren die tomaten zo'n 10 miljoen euro op. 200 keer de waarde van een kilo zaad.